of Noordwijk Marketing leeft. Gezien het enorme bezoekersaantal, ik heb het denk ik dit jaar nog niet eerder gezien. Het kan natuurlijk ook zijn dat u net uw lidmaatschapsgeld heeft overgemaakt en vanavond 50 biertjes kon drinken. Maar goed, daar gaan we even niet van uit. Ik geef daarom graag het woord aan de mensen van Noordwijk Marketing. Tom? Dankjewel. Mijn naam is Tom van Dijk. Ik ga u wat vertellen en ik ga u niet de zon aan schijnen. Maar het is wel een goed moment om af te trappen voor het toeristisch seizoen. Want morgen wordt het wel heel mooi weer. Over het zakelijk toerisme. En Sabine Hertog gaat zo direct nog wat over toerisme vertellen. Voordat we zo direct komen bij die primeur die we beloofd hebben. Zoals Tom al even aanhaalde, ben ik verantwoordelijk binnen Noordwijk Marketing voor het benaderen van de zakelijke markt. En een doelgroep die niet altijd heel erg zichtbaar is voor de Noordwijkse ondernemer en de Noordwijkers, maar die zeker een groot economisch belang met zich mee brengt. Wat doen we op de zakelijke markt met Noordwijk Marketing? We zorgen dat we ze ontmoeten en kennis met ze maken op vakdagen, waar we kennis met ze maken. Daarna zorgen we dat we top of mind blijven in alle vakmedia. En wanneer we hebben gedefinieerd dat ze ook echt omzet naar Noordwijk kunnen brengen, hebben we met een groep participanten, voornamelijk in het 3- en 4-sterren segment, eigenlijk een blitz opgesteld. Dat we ze ook echt gaan bezoeken en hopen we hiermee dat ze besluiten om Noordwijk te gaan boeken als een zakelijke bestemming. Dat was kort even over de zakelijke markt. Ja, goedemiddag. Ik ben van de PR en Leisure, oftewel Pleasure. It's my job. Ik vond zelf heel grappig. Dank u wel. Mij ook. Gelukkig maar, want anders dan, dan begin je met een grapje en niemand lacht. Maar goed, het is natuurlijk niet echt een joke. Leisure is gewoon keiharde business en ook een hele goede business. En wij moeten ervoor zorgen binnen Noordwijk Marketing dat wij het leisureaanbod van Noordwijk natuurlijk zo goed mogelijk promoten en laten zien aan de mensen buiten Noordwijk. En dat gaan we voor een deel ook doen met alle evenementen. Hier ziet u een overzicht van alle voorjaar- en zomerevenementen. Dit zijn weliswaar de highlights. Er is nog veel meer. Dat kunt u terugvinden op onze site. Ik verheug me erop. En ik verheug me er ook op om er heel erg veel kabaal voor te gaan maken, zodat we in de media staan en dat we het meenemen in al onze uitingen op social media. Kortom, blazen met alles wat we te bieden hebben, zodat mensen weten wat Noordwijk te bieden heeft. Tom. Ja, dan komen we nu eigenlijk wel aan de primeur. En is het eigenlijk een cadeautje van ons ondernemers en Noordwijk Marketing een beetje aan de gemeenschap Noordwijk en aan de bezoekers van Noordwijk. En met trots presenteer ik u, die Sabine heeft ze al in de hand, de Noordwijk Visitors Map, de Noordwijk Sleeping Guide en de Noordwijk Exclusive voor Visitors. Sabine. De Sleeping Guide is nieuw. Het is een compleet overzicht van alle verblijfsaccommodaties in Noordwijk. Dus alle campings, burgerlandparks, hotels, pensioens, particuliere verhuur, zomerhuisjes, etc. Die staan hier allemaal in. Tenminste, als ze bij Noordwijk Marketing zijn aangesloten. En volgens mij zijn dat er zeker wel 90%, denk ik zo. Het is bedoeld natuurlijk voor de mensen die in Noordwijk willen overnachten. En de link naar deze online versie volgt uiteraard nog per Facebook, Twitter, mail, nieuwsbrief, etc. Voor nu de hard copy. Oké. Hij komt op onze site. Oh. En wat is er mooier dan dat uit te reiken aan die bezoekers nogmaals van Noordwijk? Dat hier is uit Duitsland, vrouw Minja Benning. Uit Vlaanderen, mevrouw Kathleen Gerlo. En van Great Britain, Mr. Carl Walker. Nogmaals, allemaal experts vanuit Eva Esther. Laten we toasten op een nieuw en heel goed en vooral ook profijtelijk seizoen in 2013. En wij blijven hier dan even wat foto's maken, maar gaat u hiernaast vast vooral borrelen. Dank u wel. Nee. Als jullie eens mee. Els kijken. Daarna bij Willem.